Wij zijn dol op lezen, maar na het lezen van een boek is het vaak een kunst om de echte leermomenten eruit te halen. Dit is geen reguliere boekreview, maar we hebben de aha-momenten van Haggerty over reclame voor u geselecteerd. Iets over de auteur. Het beste om meer over een onderwerp te weten, is de ervaringen van mensen te lezen die succesvol met hetzelfde bijltje hebben gehakt. John Haggerty is volgens de achterflap van het boek één van de meest spraakmakendste creative directors in de reclamewereld. Hij was onder andere oprichter en aandeelhouder van Sachi en Sachi, medeoprichter van TWBA en BBH. Hierbij onze top 10 aha-momenten van Haggerty over reclame: 1. Wees oneerbiedig. Een voorbeeld is zijn campagne voor het biermerk Buddington's. De gangbare opinie was dat schuim, cream in het Engels, geen eigenschap was waar je bier mee kon verkopen. Daarmee creëerde Haggerty en zijn collega's de cream of Manchester. En overdreven het creamy aspect van het bier door het af te beelden, als een hoorntje roomijs, scheerschuim, haarkruim en nog andere vormen. Zij speelden met oneerbiedige beelden in op de verbetingskracht van de consument en transformeerden Baddington's tot cultmerk. 2. Blijf enthousiast. Het woord enthousiast komt uit het Grieks en betekent zoveel als. met God zijn. Ideeën zijn in wezen energie wat weer leidt tot enthousiasme. 3. Merken zijn alleen betekenisvol als het publiek kan kiezen. Een merkcampagne voor de politie of ziekenhuis vindt Haggerty maar flauwekul. Als je naar een hartinfarct in alle eilanden naar het ziekenhuis wordt gebracht, dan gaan de zieke broeders je niet vragen welk ziekenhuis met bijbehorende slogan je prefereert. 4. Het sterkste merk? De katholieke kerk. Het logo. Het werelds eenvoudigste logo: Het kruis. Dit logo werd pas na 400 jaar na Christus door de katholieke kerk ingevoerd. In plaats van een symbool van een vis, alle apostelen waren vissers, of een hamer, Jezus was immers een Timmermanszoon, koos de kerk voor een symbool van lijden en zelfopoffering. 360 graden denken. De kerken worden gebouwd in de vorm van een kruis. Zeven dagen per week. Je kon iedere dag terecht bij de kerk. Dienstenpakket uitbreiden. Naast de reguliere diensten was nu ook ruimte voor trouwen, rouwen en dopen. Locatie. De kerken staan altijd in het hart van een stad of dorp en vormen altijd het hoogste gebouw. Culturele en filosofische boost. Michelangelo beschilderde de gewelven en de componisten Bach, Mozart en Beethoven verzorgden de muziek van dit concern. De brandboek, oftewel de Bijbel. Diensten. De kerk verkoopt geen tastbaar product, maar een geloof. Tegenwoordig promoten we zoveel zaken die we niet kunnen zien. Denk aan digitaal bankieren. En je mobiele provider verkoop luchtrellingen. 5. Reclamebureaus zijn er alleen om creatieve oplossingen voor de problemen van hun cliënten te vinden. En sterker nog, dat verwachten de klanten ook van een reclamebureau. 6. Woorden belemmeren de communicatie. Eén beeld zegt meer dan duizend woorden en schrijven is schrappen. 7. Focus op de kansen, niet op de problemen. Ondernemen is immers focus op het opstaan. Dan terugdenken aan de pijn van het vallen. 8. De eerste les over merknamen wees memorabel. Het is heel moeilijk om iets te kopen wat je niet kunt herinneren. Kent u Celnet nog? Nee zeker. Toen Orange, de Europese provider voor mobiele telefonie, midden in de jaren 90 haar merk Orange lanceerde, was het meteen anders. Orange blijft plakken en veel pakkerder dan concurrent Celnet. Ook de slogan The future is bright, the future is orange is anders en prikkelend. 9. Begin met een geweldig idee en bepaal dan hoe je de media kunt combineren en benutten. 10. Reclame is magie. Een goed reclamebureau is steeds op zoek naar een idee dat een kleine investering in een reclameboodschap transformeert tot een netto winst van miljoenen. Ja, dat zijn onze aha-momentjes. Heb je het boek van Haggerty over reclame ook gelezen? En mis je één aha-moment? Laat deze dan achter in de comments.